Festival en er is van alles te doen in... oh ja, u denkt toch niet van, was ik nou toch maar... Oh. Ja, gelukkig, want het is geweldig wat u vanavond ook gaat zien. Ik ga niet te veel over het stuk zeggen, dat staat ook allemaal al in het programma. Tot aan de pauze duurt het ongeveer 1 uur en 10 minuten. Dan is de pauze. In de pauze verkopen we loodjes voor 50 cent. Ik hoop dat u ons allemaal helpt om ze zoveel mogelijk kwijt te raken. Met het prijsgeld, daar doen we altijd weer leuke dingen voor. En de spelers, zowel als de donateurs. We zijn ook altijd gek met de donateurs. Dus mocht iemand nog geen donateur zijn, heel graag. U krijgt dan altijd een vrijkaart om naar een voorstelling te komen kijken. En dit jaar zijn er 2 voorstellingen. Dus eigenlijk is het donateurschap dan gratis, om het maar zo te zeggen. Wat ik u nog wel even onder de aandacht wil brengen, dat is dat wij een fragmentenfestival hebben. Dat is over 2 weken op de Pinkenberg in Vel. Er zijn 10 verenigingen, dat zijn toneelverenigingen, zangverenigingen, verschillende verenigingen die ongeveer 1 kwartier lang iets laten zien van wat zij doen. De kosten zijn daar gratis van, dus het is echt heel leuk om daar naartoe te gaan. Het is 's middags om 4 uur begint het. Er liggen op de bar liggen daar foldertjes van, dus mocht u dan nog niets te doen hebben, het zou heel leuk zijn als u komt kijken en komt supporten. Achter het toneel staan ze te popelen om te beginnen. Ik zou zeggen, geniet ervan. Het is echt op een satirische manier is het gewaagd. Het is echt een beetje met een lach en een traan. Ik zeg altijd, wat we weten als we geboren worden, dat is 1 zekerheid in het leven. Dat is dat we ooit weer eens een keer zullen sterven. Het wordt nou een beetje op de hak genomen, maar ik hoop dat u een hele fijne avond heeft. Dank u wel. Nou, wat we noemen design. Speciaal voor ons ontworpen door die, hoe heet die man nou ook alweer? Die artiest met die hondennaam. Jean de Bouvier. Nou, je weet wel, hè? Van al dat wit. Ja, ik zeg nog tegen hem, wit, dat is helemaal niet gebruikelijk in onze branche. Ja, bij het Koninklijk Huis, dat wel. Ja, die rekenen wij niet tot onze klanten. Helaas. Nou ja, toen is hij dus maar in het glas gegaan. Glazen urnen. Want ja, u moet weten, wij begraven niet alleen, wij doen ook crematies. Verassen, weet u wel? Ja, aan de mensen de keuze. Nou ja, keuze. Vorige week hadden we een crematie. Moesten we even later die urn met as alsnog diep onder de grond begraven. Want de nabestaanden waren maar al te bang dat de overledene nog een keertje terug zou komen. Nou is die graafmachine dus weer stuk, hè? Hè? Hoe kan dat nou? Dat ding is vorig jaar nog helemaal nagekeken. Daar krijg je maar van als je al die goedkope rotzooi koopt. Dat ding, dat komt uit China. Ja, ziet er prachtig uit hoor, maar de eerste beste band stronk en begreep het weer. Tomme, dan moet ik weer gaan zitten spitten. Nou, met spitten zijn we groot geworden hoor, Gerbrand. Jouw grootvader die deed niet anders. Die heeft hier de hele begraafplaats bijna met de hand aangelegd. En trouwens, jouw vader had het ook niet voor niks in zijn rug, hè? Die spitte ook maar door met weer en wind. Met een pikhoewiel eventueel als de vorst in de grond zat.
Ja, zo is onze uitvaartonderneming groot geworden en daar pluk jij nou de vruchten van. Ja hoor, uitvaartondernemer, het beroep van de toekomst. Inderdaad, ja. Wij zitten nu in de vergrijzing en straks zitten we volop in de versterving. Dat worden overuren, jongen. Ja, net als destijds met de Spaanse griep. Jouw grootvader kon het toen niet bijbenen. Zoveel moesten er toen onder de grond. Ging gewoon dag en nacht door. Nou, ik ben blij dat we dergelijke epidemieën niet meer meemaken. Dat is toch verschrikkelijk. Ouders die in één klap hun kinderen kwijtraken. Of kinderen die in één klap bezig worden. Ach, onzin. Dat is handel. In onze branche moet je niet zo emotioneel zijn. Kom op, zeg. Nee, weet je, als wij ze niet begraven, dan gaan ze wel naar de concurrent. Nou, dat moeten we dus helemaal niet hebben, want dat is omzetverlies, weet je wel? En het is toch al zo vervelend dat de mensen allemaal zo oud worden tegenwoordig. Nee, zo af en toe even een lekker epidemietje, dan vliegen die winstcijfers weer omhoog. Ja, maar we draaien het goed. Oh, ja zeker, dat doen we wel, ja. Maar jij dacht toch zeker niet dat ik dit tot aan mijn dood wil blijven doen, hè? Kijk. De regering kan dan wel willen dat wij doorwerken tot ons 67ste. Nou, en dat zou zomaar ook nog maar 70ste kunnen worden. Maar dat is deze dame dus echt niet van plan, hè? Nee, ik wil binnen zijn voor mijn 60ste. En dan verkopen we hier de hele handel en dan gaan we lekker genieten op een tropisch eiland. Maar ja, dan moeten we nu natuurlijk wel onze slag slaan, hè? Ja. Koop dan eerst maar eens even een nieuwe graafmachine, hè? Weet jij wel wat dat kost? Ah, nee, nee, ik bel eerst die oude monteur wel even, die kloosterman. Die regelt dat wel even voor ons, voor een flesje drank of een kistje sigaren. Kloosterman heeft alleen maar verstand van naaimachines. Nou, prima monteur dus. Iemand die een naaimachine kan repareren, kan vast ook wel overweg met een graafmachine. Toch? Nou, en bovendien, Kloosterman heeft de tijd. Ja, is er nou een weduwnaar. Een aantal jaren geleden hebben we zijn vrouw nog onder de grond gestopt. Nou, daar was hij heel erg blij mee. Omdat we die begrafenis zo mooi verzorgd hadden? Nee, ik denk meer dat zijn vrouw was overleden. Want volgens zeggen was dat een onuitstaanbaar takkenwijf. Nou, man, kom op! Nou, jongen. Je moest dus weten hoe er gehuicheld wordt op sommige begrafenissen. Ja, weduwnaars die met hun vriendin bij de geopende groeven staan. Kinderen die gewoon bij het graf ruzie staan te maken om de erfenis. As urnen die niet opgehaald worden. Gewoon omdat de nabestaanden maar al te blij zijn dat deze of gene is overleden. Zeg, wat is dit? Nou... Dat leg ik nou net uit aan de mensen hier. Dat zijn onze nieuwe urnen. Design, kost een paar centen, maar dan heb je ook wat. Ja, speciaal voor ons ontworpen. Door die vent met die hondennaam. Kom op. Jean Le Bouvier. Bedoel je niet Jan de Bouvry? Ja, die ook, ja. Vind je ze niet prachtig? Maar dit zijn toch gewoon glazen wekpotten? Ach, niks wekpotten. Daar is over nagedacht. Kijk, dan zie je je gecremeerde geliefde, hè, de as daarvan, gewoon nog iedere dag. Dan is hij of zij gewoon nog altijd bij je. Maar hier zitten gewoon etiketten nog op. Rode kool met appel. Nou, dat is dan mooi voor een groenteteler. En deze... Boerenkool van de hak! Dat geeft zo'n persoonlijk cachet, hè? Zo'n urn. Met een link naar het vroegere persoonlijke en arbeidszame leven. En waar doen we dan de as van een overleden melkboer in? In een kartonnen melkbak of zo? Nou, dat is goed gedacht, jongen. Kijk, dat heb je nou nodig in ons vak. Empathie, inlevingsvermogen en boekhoudkundig inzicht. En wij vragen hier geld voor. Ja, natuurlijk. Voor niets gaat de zon op. Kijk, die urnen, dat is het nieuwste van het nieuwste, hè? Kijk nou eens even.
Een rubberen ring. Een metalen sluiting. Nou, daar moet voor betaald worden. En de mensen, die doen dat met liefde. Die willen gewoon het mooiste van het mooiste. Grafstenen van kunststeen, ze zijn niet aan te slepen. Maar dat is toch gewoon plastic? Onderhoudsvrij. Dat is assetterij! Dat is handel. Je moet zakelijk blijven, jongen. Ja, je moet je emoties niet laten gaan. Dat gejank, laat dat nou maar aan de nabestaanden over. En je weet het, onze schoorsteen moet ook roken. Ik dacht toch niet dat wij daar echt over te klagen hadden. Nee, dat is wel waar. We zitten wel vol deze week. Hé, en kijk eens even. Nou, hoeveel mensen er vanavond naar onze open avond zijn gekomen? Allemaal potentiële klanten. Ja, niet meteen natuurlijk, hè. Maar ja, uiteindelijk bent u natuurlijk allemaal een keer aan de beurt. Toch? Ja, maar wees u allemaal gerust, hoor. U kunt allemaal bij ons terecht. Wij hebben prachtige gaven op mooie, rustige locaties. En dan natuurlijk een schitterende collectie urnen. Jampotjes, maar wel met design. U kunt uw uitvaart een persoonlijk cachet geven. Ja, zelf uw kist uitzoeken. Eventueel in de kleur van uw favoriete clubkleuren. En uw as uitgestrooid op dat ene speciale plekje waar u altijd al zo graag kwam. Over as gesproken, wat is er eigenlijk gebeurd met die as van die laatst overleden ambtenaar? Die heb ik nergens meer gezien. Die hebben we achtergehouden. Die gaat namelijk naar de plaatselijke apotheek, want die gebruikt dat als grondstof voor de slaappoeders. Ja. Maar zo'n glazen urn, hè? Dat is wel erg breekbaar. Ik bedoel, één verkeerde beweging en opa is zo vervlogen. In dat geval raad ik de mensen gewoon een blikken urn aan. Maar dat is toch gewoon een beschuitblik dat je daar vast hebt? Bij jou is dat nooit goed, ja. Hè? Een glazen urn die breekt te snel. Een blikken urn, daar mankeert ook weer van alles aan. Een normale urn is weer te oudbollig. De mensen maken de keuze. En die mensen, die hebben verdriet. Dus die vinden gewoon alles goed. En daar moeten wij als uitvaartonderneming gebruik van maken. Hé, want je weet... Ja, maar onze schoorsteen moet ook roken. Precies. Hé, volgens mij moet jij eens het filter van oven 1 vervangen. Want het rookt buiten als de ziekte. Nou, zie je wel, maar we moeten onderhoud plegen. Dat is gewoon de wind. Dat gebeurt wel vaker. Als het noordwestenwind is, dan rookt dat ding. Wind. Er staat amper wind buiten, Anja. Kom op. Hildebrand heeft gelijk. We draaien continu op het ogenblik. Er wordt heel veel van die ovens gevraagd. Nou, misschien dat we dan in het vervolg een toeslag moeten vragen. Voor wat extra dikke mensen. Weet je nog, laatst, die kastelein? Ja. Nou, die man die woog wel 150 pond, 200 pond, noem het maar. Het was in ieder geval veel te veel voor die ogen. Ik ben er trouwens nog steeds van overtuigd dat wij te veel hooi op onze vorm. Ja, weet je, je vader is er niet meer, je man niet. We hebben een begraafplaats, een crematorium. De begeleiding van het hele circus. En niet te vergeten de aula. Ja, met koffie en cake. Ja, of hapjes en drankjes. Dat was laatst bij die hockeyspeler. Die was verongelukt. Ja, zo kan je dat wel noemen, ja. De hele vereniging die kwam hier ten aarde dragen. En later kwamen ze mij nog vragen of ik nog meer bier had. Ik had voor een maand ingeslagen. 50 kratten! Ze zopen het er allemaal in één klap doorheen. Ja, dat was een leuk feest. Ik bedoel, dat was een heel
mooie, stijlvolle herdenking. Ja, en later kwamen de voorzitter en de secretaris ladderzat naar huis gewaggeld. Maar de pennypeester niet, hè? Die was nog broodnuchter. Ja, en die heeft netjes de rekening betaald. Handje contantje. En zulke mensen moet je in ere houden. Er lijkt er zich nogal eens zo'n hokkiend kereltje van de wereld. Ja, en in dat geval weten ze waar ze dan terecht moeten voor een goede uitvaart. Bij uitvaartonderneming Spit. Voor een prachtige ervaring. Alsof je reclame staat te maken voor een reisbureau. Nou, wij verkopen toch eigenlijk ook een reis. De laatste reis. Nou, joh, ik heb zo'n boek met van die plaatjes. Ach, je kent dat ook allemaal wel, hè? Een wegvarenbootje. Een vertrekkend vliegtuig. Een vogel die de reis naar het zuiden aanvaardt. En dan daaronder een of andere wazige tekst. Nou ja, dan willen ze dat natuurlijk het liefst in grijs tinten op handgeschept papier. Handgeschept papier? Maar je maakt die dingen toch gewoon op de computer en print ze dan uit op een printertje? Ja, natuurlijk. Maar dat weet jij, dat weet ik. Maar dat weten zij niet. Die denken dat je alles meent. Dat hun verdriet ook ons verdriet is. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Hun verdriet is onze handel. Weet je, wij zijn bevoorrecht. Ja, met dit beroep, jazeker. Onze aanvoer die stopt nooit. Ik krijg tegenwoordig zelf al verzoeken voor crematies uit Duitsland. Ja, echt? Komen ze vanuit het Ruhrgebied met een lijkwagen hier naartoe. De nabestaanden in een touringcar erachteraan om hier gewoon los te gaan. Het Ruhrgebied, zeg je? Ja. Mag daar niet gecremeerd worden dan? Nee, ze willen daar alle luchtverontreiniging tegen gaan. Elke beetje fijnstofuitstoot willen ze reguleren. Zo is dat. Maar, lieve jongen van me, ga jij nou eens even fijn die graven voor mij spitten. Oh. Ja, dan ben ik ondertussen die, hoe heet hij ook alweer, meneer Kloosterman. En, nou, die werkt dan vannacht best een nachtje door, dat doet hij wel. Breng ik hem af en toe een kopje koffie en wat lekkers. Nou ja, en als het dan echt niet opschiet en ik wil dat hij nog even iets harder gaat werken. Nou, dan heb ik toch wel iets anders voor hem in de aanbieding. Dat is maar een grapje. Kom op, jongen, spitten. Ja? Hoeveel kaarten moet je halen? Wat moet ik er nog? 3 voor morgen, waarvan 2 onder de oude eik, want die wouden ze graag in de schaduw liggen. Ik zie hoe ver ik kom, maar ik beloof helemaal niks. Nou, ik zou zeggen, zet hem op, neef. Ja. Anja, heb jij er eigenlijk nog aan gedacht dat die mevrouw Koningstein straks komt om de uitvaart van haar man te regelen? Oeh, ja, goed dat je het zegt. Eigenlijk zijn we ook wel heel erg druk, hè? Maar ja, weet je, om daar nou weer personeel voor bij aan te nemen, ik wil het eigenlijk liever in de familie houden. Hé, Sonja. Ja? Als jij nou eens op zoek gaat naar een leuke vriend. Ja, eentje met feeling voor de uitvaartbranche. Geen denken aan. De meeste kerels die ik tegenkom, die zijn het amper waard ons onder de grond te stoppen. Stelletje asbakken. Ja, asbakken, daar heb ik er al genoeg van, hè. En de meeste, die willen na een avondje stappen, paar wijntjes, hup, gelijk de koffer met je in. En als je dan zegt, ho, vriendje, niet zo snel. Nou, dan zijn de heren beledigd. Of je komt erachter dat ze getrouwd zijn al jaren. Kinderen hebben. Sommigen zelfs al kleinkinderen. En dan heet het dat ze toe zijn aan een nieuwe uitdaging. Ja, vroeger zeiden ze dan, mijn vrouw begrijpt me niet. Een gratis schip is het enige wat ze willen. Ja, ik hoor het al. Er is de laatste 50 jaar niet veel veranderd. Nee. Hoe
kwam het eigenlijk dat jij al zo geëmancipeerd was in die tijd? Heb je Herbrand bijgebracht? En uiteraard die kerel van je, die kon koken, die kon de was doen. En hij was ondertussen hartstikke druk op de begraafplaats. Ja, en dan hielp ik hem mee met spitten. Ja, en dat spitten deed ik zelfs nog toen ik al 7 maanden van Gerbrand in verwachting was. In de stromende regen. De grafkuil die stond gewoon helemaal vol water. Nou was dat in dit geval niet zo heel erg, want hij was bedoeld voor een oude stuurman van een grote vaart. Had hij tenminste toch nog een zeemansgraf. Ja, dat bedoel ik, jullie hielpen elkaar waar jullie maar konden. Maar als ik eens een vent tegenkom, dan is het altijd op zijn tijd moet hij zijn pilsje. Hij wil uiteraard iedere week naar het voetbal. Zijn vaste avond met zijn vrienden nog, want dat zijn ze zo gewend. Maar heb niet het lef om over trouwen te gaan beginnen. Waar heb je nou zo'n boterbriefje voor nodig? Maar wel gelijk gaan liggen, hè, als meneer Onverhoopt zin heeft. Nou mag ik bedanken voor de eer. Maar nou even ter zake. Dat filter is volgens mij toch niet goed. Dat moet vervangen. Als ik krijg een interessante klachtencircus over ons heen. Als we gehad hebben toen we de vergunning voor ons crematorium aanvroegen. Weet je nog? Ja, ach. Ja, jij hebt ook gelijk, ja. Ik zal dat servicebedrijf wel bellen en dan komt dat allemaal in orde. Ja, u had de buurt hier destijds moeten horen toen we met ons crematorium bezig waren. Ze waren bang voor roetoverlast, stankoverlast, parkeeroverlast, asoverlast. De schoorstenen zouden ons landschap gaan ontsieren. Noem het maar op. Maar heeft u wat geroken? Nee, toch. Vindt u het hier extreem stoffig? Nee. Nee, toch? Kijk, er staan een boel auto's. Dat is dan wel waar. Maar dat is altijd bij een open avond. Ja, die hebben we 2 keer per jaar. En toevallig dan ook wel net weer vanavond, dat wel. Oh, daar zul je onze nieuwe gasten hebben. Ja. Nou, denk eraan, hè, Sonja. Discreet, netjes. Een overlijden is een serieuze zaak. Ik weet het. En wij spitten hebben wat dat betreft de naam hoog te houden. Ik ga even koffie voor ze halen met cake. Oh ja. Dat schept dan een gezellig huiselijk sfeertje. Dat stelt de mensen dan ook gelijk een beetje op hun gemak. Kijk maar goed. Ja. Goedemorgen, dames. Ja. Loopt u maar door. Mijn zusje in het kantoor. Ja. Dank u. Ja. Koba Koning zei, aangenaam. Ja, en dit is mijn dochtertje Leni. Ik zeg tegen haar, ga maar met me mee, want ik raak de weg nog wel eens kwijt. Hè. En we gaan ook voor haar plannen, ja. Oh, u komt de uitvaart van uw echtgenoot regelen. Ja, u moet begrijpen. Ja, voor die ouwe. Ja, het moet nou eens een keer gebeuren, hè. Alles komt een eind. En ik zeg tegen Leni, we gaan dat eens even ver regelen voor die ouwe. Ja, zo doen we. Ja. Het is een verrekkeling. En een viel van zuiverste water, daar lusten de honden geen brood van. Die vent heb uitgevreten in zijn leven. Nou, daar kan ik je verhalen van vertellen. Maar dat doe ik niet. Maar ik kan je verhalen vertellen, dan zeg je, is dat waar? Ja, dat is waar. Maar mij is dat niet leggen. Dat is nog zo'n rotzak. Hij gaat er natuurlijk onder. Zodoende. U wilt een mooie ter aarde bestelling. Ja, u moet begrijpen. Ja. Dat is de assimweg is, hè. Op, weg ermee. Ik moet geen lijk in huis. Ik ben nog een kadaver. Als je de kraaienmars hebt geblazen, afvoeren die op. Ja, zodoende. Uw man ligt reeds opgebaard. Hij is opgebaard. Ja, ik denk dat hij op bed ligt, hè? Alleen, ja. Hij neemt smars een paar glaasjes, hè? Wat zeg ik? Een halve fles. Ja, en dan word je een beetje lam van, hè? Met dat warme weer van de laatste tijd. Ja, dan ruik je het al, hè? Drank. Ja, zo doende. Ja, het was nogal warm de laatste tijd. Ja. Maar gaat u toch zitten? Ja,
Oh ja, dat klinkt wel heel onbegrijpelijk. Ja, blijf jij maar staan, hè? Jij hebt jonge benen. De naam van uw man. Oh, Jezus. Je moet begrijpen. De naam van dat secreet. Kees. Of Cor. Ja, weet je, als ik het nodig had, dan zei ik altijd, hey, jij daar. En dat kwam niet, als hij niet te lang was. Nou goed, dan maken we er maar Cornelis van. Ja, mijn best hoor, als een beetje maar een naam heb. Cornelis Koonstein. Ja. Geboren? Geboren? Jezus, daar vraag je me wat. Hij vierde elke dag als een godmajor. Ja. Maar als je me vraagt wanneer die geboren is... Ja, ik weet het. Op z'n verjaardag. Nou goed, dat zie ik dan wel op die overlijdensverklaring. Oh, welke arts heeft die trouwens opgemaakt? Ja, u moet begrijpen. Nou, we kunnen dokter Wiersema wel vragen. Dokter Wiersema? Die is toch de veearts? Ja, maar hij heeft ook verstand van mensen. Hij heeft me geholpen bij de geboorte van Leen. Kijk nou eens wat er van haar is terechtgekomen. Nou, dan kan je toch mee voor de kramen langs, hè? Een keuvel en nergens vies van, hè? Ja, je moet begrijpen. En werken als ze kan. Ik zeg tegen die ouwe van mij, dat heb je niet van jou, want je hebt nog zo'n lui mond je ogen te kijken. Ik ben ook niet van de allerijverigste. Ja, en ik zit graag met een kopje koffie en een boekie. Ja, en dan kwam Leni. Die ging opruimen, poetsen. Ik werd er doodmoe van. Ja, en als die van mij dan weer opgesodemieterd was, of vast zat, dan kwam dokter Wiersema. Die kwam een kopje koffie bij mij drinken. Nou ja, en van het een kwam het andere, als u begrijpen. Waaraan is uw man overleden? Ja, je moet begrijpen. Ja, laat mij nou eens een keer wat zeggen. u moet begrijpen. Het hart. Nou, daar zitten we nogal even mee. We hebben wel een probleem. Nee. Hè? Waarom is hij overleden? Aan het hart? Ja, een hart. Hij heeft geen hart. Hij is niet nodig voor een blad beton. Ja. Je lever. Wees maar roes mijn staal. Er is geen leven die op kan tegen zulke bloedbakken. Die zijn zo sterk. Je moet ze eigenlijk onder een tram gooien. Maar ja, die raad je niet, hè? Ze schieten allemaal in je wat te knuppelen. Dat snap ik wel, hoor. Ja. De longen. Roken zeker? Als een schoorsteen. En nooit een roesie. Alleen als ze te veel gevreten hebben, want vreten dat kon die hoor. En altijd een sigaar op zijn spreekspleet. Dag en nacht, ook als hij met mij bezig was. Ja, ik ben ook maar een mens. Maar die heeft niet altijd tijd. Dus. Zo doen die joh. Een noodlottig ongeval? Ja, hij voelde nooit een flikker uit, dan moet hij namelijk een ongeval verkrijgen. Hij was seizoenarbeider. Zwinters in de WW en zomers in de bijstand. Nooit werk. Ja, daar was hij heel stevig in hoor. Hij zei altijd werks voor de domme. Ik moet zeggen, je hebt nog gelijk ook. Ja, zodoende. Nou, ik noteer verval van kracht. Je moet begrijpen. Hé, en zo'n kissie. Wat kost zo'n kissie nou, hè? Oh, die hebben we vanaf 1000 euro. 1000 euro, of je hem alleen gooit. Ja, dan heeft u Belgisch eiken. Ja, we hebben natuurlijk ook nog Amerikaans eiken, of Slavonisch eiken, doorgewaterd Fins vuren, of origineel Canadees esdoren. Ja, dat is allemaal wel een tikje duurder. Ja, het is wel een hoop geld. 1000 euro. Kijk, wij hebben een houtkachel thuis, hè. En als ik voor 1000 euro hout koop, dan kan ik er jaren van stoken. En zo'n kissie, hè. Dan stop je in de grond, of je gooit het in het vuur. Hoe lang zal dat nou helemaal branden? Hooguit 3 kwartier.
Zeg, heb je niet een schoenendoos of zo? Of kun je zo vuur in? Wilt u nou een crematie of een ter aarde bestelling? Ja, kijk, ik heb het met Leni erover gehad, hè. Wat zal dat nou toch niet kosten om ouwe fatsoenlijk weer te werken? Ja, ik denk dat we het maar niet moesten doen. Klauwen met geld. Ja, u moet begrijpen. Ja, ja, en dat kind dat je heeft er altijd als de vader gezien, hè. Ze hield van hem. Ja, ze mocht alles als ze maar niet in de weg liep, want dan kreeg ze een loei. Ja, en dan moet ze afscheid nemen. Ja, dat doet pijn, hè. Dat begrijp je toch zeker wel, hè. Ja, dat brengt het kind te hard. Dat kan je toch zo goed begrijpen, hè. Ja, een overlijden, dat grijpt er altijd diep in bij die nabestaanden. Ja, we zitten er erg mee, hoor. Ja, u moet begrijpen. Maar hou dat toch op en gooi dat nog niet in jezelf. Ja, we hebben echt een probleem. Tijdstip. Dat bepalen we zelf wel. De kosten? Nou, daar kom ik ook wel uit. Even lief doen tegen dat ze weer smaal. Ja, zo doen we. Begraven of cremeren? Hij is nog helemaal niet dood. Oh, maar wel terminaal? Ligt hij in een hospice? Nou, dan bent u er wel een beetje vroeg bij. Ik snap dat natuurlijk wel. Bij een overlijden komt er natuurlijk ineens zoveel tegelijk op u af. Wat is terminaal? Uw man is stervend. Ja, was me waar, zijn hoop gaan u schelen, zeg. Jezus. Nou, maar wat is er dan? Ja, hij moet dood. En wel zo netjes mogelijk. Jezus, wat heeft dat er voeten in de aarde? Wat is een hospice? Dat is een huis waar je waardig afscheid kunt nemen. Op een respectvolle, liefdevolle manier. Nou, die van mij, die kan wel in een bordeel. Of in een café. En een stel wilde wijven, een goede borrel en een sigaar op zijn spreekspleins. Oh, daar is mijn zus met de koffie. Ik heb even verse koffie gezet. Daarom duurde het eigenlijk ook wat langer. Hè? Zo, zo. Verse koffie op een uitvaart. Nou, dat gebeurt ook niet elke dag. Jongen, jongen. Nou, kom eens samen zitten. Kom maar. En wat heb jij met die oude koffie gedaan? Dat is toch lekker. Oh, in de jerrycan. Kunnen we morgen toch opwarmen bij die begrafenis waar Gerbrand nu al aan het spitten is? Neem toch een rust een stukje kijk hoor. Oh ja, ja, lekker. Ik heb nog niet gegeten. Ja, we zegt hier gaan we bij spier te krijgen. Je wil wat. Ja, en koffie. Ja, veel suiker en melk, hè. Want het is nou toch gratis. Dus kom maar op, hè. Nou, ga uw gang, zou ik zeggen. Ja, ja. Zo, alles kun je allemaal grijze en groene vlekjes op de cake. Maar dat is krentencake. Die serveren wij hier nooit. Lieve help van de vuiligheid. Oh, misschien is het wat voor die ouwe. Ja, maar ik begrijp het niet helemaal. Uw man. Wat is er nu eigenlijk met uw man aan de hand? Hij wil dood. En zo gauw mogelijk. Maar wat mankeert uw man dan? Wij willen hem kwijt. En zo snel als het kan. Ja. Maar als uw man nog niet overleden is, dan kunnen wij niks voor u doen. Meent u dat nou? Meneer Koningstein leeft dus nog. Ja, ja, jammer genoeg. Je hebt er regen bijstaan. Uw pa is altijd al een beetje een dooie. Ja. Hij is niet terminaal. Hij heeft geen noodlottig ongeval gehad. Nee, hij zit hiernaast. Hij wil je vinger in de pap hebben bij zijn laatste gang. Ja, zo doen. Nou, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ja, mijn beste met hem voor, alleen hier. Ja, u moet goed begrijpen. Zo'n best leven heeft ons man met ons pa niet gehad. Maar pa is wel goed verzekerd. En als hij de kraaienmast zal blazen, dan komt er een bom buiten vrij
En die kunnen wij goed gebruiken. Joh, dan gaan we een cruise maken op zo'n logboot. Met van die knappe stewards. Dan heb ik altijd al zo graag willen. Maar daar is uitvaartonderneming Spit niet de juiste instantie voor, hoor. Ja, wij regelen een uitvaart. Wij begraven of cremeren. En daarin gaan we ver. Heel ver. Maar met sterven zelf, daar bemoeien wij ons niet mee. Hey, staat trouwens ook niet in onze taakomschrijving. Konden we wel eens een hoop last mee krijgen. Nou, dat valt me heel erg van u tegen. Wij leven in de 21ste eeuw. Alles kan. Een hobbelpaard kan een kind krijgen via een draagmoeder. En een vrouw van 60 kan een kind krijgen. Nou ja, en je kan een nieuwe heup krijgen, en dan weet ik wat allemaal. En als je jongen als de gang wil bepalen, want dan doen ze moeilijk. Jongen, jongen, jongen. Ja, dat zal ons pa niet leuk vinden. Nee. Dan had ze het er zo verheugd. Hij had zelfs zijn eigen afscheidsmuziek al op cd laten zetten. Nou, en dat draait hij de hele dag. Ik word er helemaal chagrijnig van. Ja, ik word er niet goed van. Dus de hele dag te janken. En dan roept hij, ik wil dood, ik ga hem dood. Als je puntje bij paaltje komt, dan sta je met lege handen. Maar is uw man geestelijk wel helemaal in orde? Nee. Nee, ons paarden, dus een steekje al los. En dat wordt de laatste tijd steeds erger. Dus wij dachten, voordat het nog erger wordt, hè, grijpen wij in. We regelen een mooie uitvaart. Paar weg, de puin is binnen. Iedereen tevreden. Nou, win-win situatie eigenlijk. Ja, we hadden het zo goed uitgedacht, alleen. Nou ja, de firma Spit werd ons aanbevolen. Daar kon je nog wel wat regelen. Jezus, jezus, wat laat u een steek zeg. Ja, zeggen, laat ons wel in de steek, moet ik zeggen, hoor. Een hoop beloven en weinig geven. Maar het goedkoop. En dan staan we dan met ons goede gedrag. Wat moeten we nou? Nog een paar jaar aanmodderen? Nou, ja, misschien een gesprek met een arts of een psychiater. Hij was dus een dood van witte jassen. Ja, als hij naar de tandarts moest, dan raakte hij helemaal in paniek. Daarom ging hij niet. Maar ja, en in de loop der jaren al zijn tanden en kiezen weggerot. Daarom hoefde hij niet meer te kauwen. Want hij dronk zich alleen maar. Ja, 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 nou ja, jullie waren onze laatste hoop. Maar zo toen weer. Ja, en dan hebben jullie een probleem dus. Ja, dat kan je wel zeggen. We hebben wel jaren. En dan hadden we hem eindelijk eens een keer zover dat hij wat wilde. En dan krijgen we dit. Maar wij kunnen toch niet assisteren bij een moord? Nee, wij zitten ons voor aan. Moord, moord. In jullie folder heb je het altijd over een fraai afscheid, hè? Met muziek en een happie en een drankie. Ja, 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 ik ben best bereid om ervoor te betalen, hoor. Als de verzekering uitbetaalt. Ja, mooi feest met Kees. En ja, klaar is Kees, hè? Weg is Kees. Ja, als de zaken er zo voor staan, dan valt er misschien nog wel een mouw aan te passen. Dat doe je toch niet? Nou, hoezo niet? Mevrouw Koningstein heeft hier wel een punt. Ja, toch? Ja, een zelfgekozen levenseinde. En dan een uitvaart. Helemaal verzorgd door de uitvaartonderneming Spit. Daar zit handel in. En onze schoorsteen moet ook roken. Nou ja, figuurlijk dan natuurlijk, hè. Ons crematorium rookt nooit. Ja, dat filter laat ik vervangen, ja. Nou, ze kennen erin, hoor, maar... Oh, een machtig van een werk is dat. Er moet echt een nieuwe graafmachine komen, hoor, want dit is echt niet te doen. Oh, trouwens, wie is die takloze zwerver die daar in de wachtkamer zit? Is de kuil al klaar? Waar? Dit is mevrouw Koningstein. Zij komt hier om de uitvaart van haar echtgenote regelen. Het is dus haar man die daar in de wachtkamer zit. Maar die man die is niet dood, die is dronken. Ja, 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 is die altijd zo. Maar je moet hem smerig zien, dan is hij helemaal als een bolle. Dan is hij pas echt goed lang. Ja, maar
Luister eens even. Behalve dat die man misschien een paar slokken te veel op heeft, markeert hij volgens mij helemaal niks, hoor. Ja, dan zie je helemaal verkeerd. Ons pa heeft een obsessief doodsverlangen. Dat hem door jullie worden aangepraat. Wij gaan ons uitvaartpakket uitbreiden. Nou, zelf je kist uitzoeken. Zelf bepalen waar je begraven wilt worden. Wel ja, waarom laat je zijn eigen graf niet graven? Nou, dat zo zicht, dat zou mij een thuis te werk schelen. Of het tijdstip van de crematie. Zelf kiezen in welke urn je wil. En waar je uitgeschooid zou willen worden. Nou, die van mij, die kan in je leven. Ja, en dan strooien we maar op de stoep van de slijterij. Ja, los, dat was een goed idee. Wat denk je, zou die Jean de Bouvier dat ook voor ons kunnen verzorgen? Ah ja. Wat? Dat is zo belachelijk. Alsof Jan de Bouvier zich daarvoor zou lenen. Nou, waarom niet? Die man hebben naam op te houden. Ja. Als een kunstenaar. Maar die Jean de Le Bouvier, die moet ook leven. En die designburger van hem, die hebben onderhand de beste tijd wel gehad, hoor. Hij was maar al te blij dat hij voor ons aan de slag kon. Nou, volgens mij is de aanstaande overledene nog vol met levenslust. Zo is hij altijd wel als hij in de horen is. Je moet hem eens zien als hij nuchter is. Nuchter? Jos pa? Wanneer dan? Dan ben ik zeker even boodschappen doen. Hij zou zo genoten hebben, hè, van zijn eindfeest. Ja, dat zou hij zeker, hè. We zouden in het hele land een nieuwe tent kunnen zetten. Ja, weet je, ze komen nu al vanuit Duitsland hier naartoe. Straks komen ze vanuit alle delen van Europa. Oh, ik zie het al helemaal voor me. Een rouwzaal. Het sterfbed in het midden, als een offeraltaar. Ja, want sterven, dat doe je samen. Ja, weet je wel, dat is net als in die sterfscènes in de Nederlandse film. Komt de vrouw bij de dokter, de goede dood. Ja. Nou ja, vooruit, daar is het film dan. Dan wordt het gespeeld. Maar hier is het helemaal echt. En de stervende, die heeft zelf de regie. Nou, ik moet er niks van hebben hoor, ik vind het morbide. Dat is de toekomst. Dat zijn de nieuwe ontwikkelingen en daar moet je als bedrijf op inspelen. En bovendien... Ja, maar onze schoorsteen moet ook roken. Precies. We doen altijd zo kinderachtig over onze dag. Ondertussen is het het enige waar wij allemaal zeker van zijn. Toch? En als je je dan op tijd een beetje op veel voorbereidt, dan word je meewarig aangekeken. Hé, wacht eens even. Zouden wij geen handleiding uit kunnen geven? Zoiets als van sterven, dat doe je zo. Nou, laten we het de aanstaande overledene zelf vragen. Het draait tenslotte allemaal om hem. Dat dacht ik niet, hè. Maar Mats is natuurlijk het duurste van het duurste. De duurste kist en de duurste krans. Ja, of alsof ik het niet op ken. Zeg, hij nog koffie? Ik haal pa er wel even bij. Ja, nou ja, dat is mond van mond. Pa, kom er even bij. Pap. Pap, waar zit je nou? Pap. Ik snap er nog niks van. Pa is weg. Hè? Oh, dan is hij zeker in de sloot gelopen. Ja, net zoals eerder gedaan. Of onder een bus gekomen. Ja. Hij is één keer onder een tractor gekomen. Daar hebben ze hem onderuit gehaald. Had hij een geschaafde knie en een verstuikte pink. Dat schiet toch ook allemaal niet door. Doet de man dat vaker, dat zwerven? Ja, dat zwerven zit hem in de genen. Ja, en ik gun hem zo zijn rust, hè. Dan kom ik ook weer aan mezelf toe. U heeft geen gemakkelijk leven gehad, mevrouw Koningstein? Nee, een hel was het. Iedereen die wou alles van je. En je moest naar school. Ik zeg, waarom? Er wordt toch wel voor je gezorgd. Ja, en uitslapen, dan mocht ik ook niet.
Nee, en dat doe ik toch zo graag. Ja, en toen moest ik aan de man. Ja, en dan loop ik tegen die lapswansen aan. Maar daar heeft hij toch wel een hele fijne dochter aan overgehouden. Ja, dat was een bedrijfsongeval. Ik was meerdere heren te willen. Draai notaris Boltjes en de duivendraaiende advocaten. Die kennen er wat van. Die hebben het uitgevonden. En dan had je nog Jan Vet, de slager. En wieldraaien, de fietsenhandel. Ja, heerlijke tijd was dat. Ja, maar toen was zij komen. En topeerden ze hem allemaal. Behalve die ouwe. Die zei, ik wil wel voor jou en het kind zorgen. Nou, dat was toch heel lief van hem, hè. Hij heeft nog een wiegje in elkaar geknutseld. Viel wel na 3 weken uit elkaar. Dat is toch aardig van hem. Ja, en nou wil hij niet meer. Maar ja, een mensenlust is een mensenleven, zullen we maar zeggen, hè. Zeg, en waar blijft die dronken hoor nou? Dus, ons pa is mijn vader helemaal niet. Ach, kind. Een kindje is zo gemaakt. Even hup. Mijn opvoeden, dat is eindelijk. Ons pa moet terug. Ik ga hem zoeken. Anders help ik jou even mee. Twee hoofd is beter dan één, zoals mij altijd gezegd, hè? Oh, dat is wel heel aardig van u, meneer. Gerbrand Spit van Uitvaartonderneming Spit. U vraagt er wij graven, hè? Ja, kom dan even de auto. Neem je wel de volgende auto? Die grote grijze lijkwagen valt zo op. Hé, neem gelijk een kist mee, hè? Dan gaat er een hele fiets door. Ja, first things first, eerst die man zo. Kom op. Ja. Als je slim is, hè, dan smeet je het ijzer als het heet is. Want heet, dat is er mijn Leni. Dat is er van mij. Ja, ik heb ze altijd moeten beschermen tegen die opdringerige types die alleen maar uit waren op een gratis wip. Ja, vertel mij wat. Ja, en ja, die jongen, hè? Ja, die, dat is toch je zoon? Ja. Dat lijkt me nou een aardige jongen. Ja, hij is echt mijn steun en toeverlaat sinds mijn man overleden is. Ja, en mijn Leni, die wat zo nodig aan de man, hè? Dan wel iets met toekomst en vast werk. Werken, dat ken ze mijn Leni. Oh, koken, de tuin doen, poetsen. Ja, en winkelen, maar dan moet de winkel niet ver zijn, hè? Want dan raak ze een beetje in paniek. Want ze is een beetje warrig. En daarom is het maar goed dat uw zoon met hem mee gaat. Anders heb je zo 2 voor opsporing verzocht. Ja. Ja, als ik nou zo nadenk, zo'n uitgebreid uitvaartcentrum waar jij het over had, met alles erop en eraan. Zijn wij daar eigenlijk niet een beetje klein voor? Ik bedoel, dan moeten we investeren. Uitbreiden. In deze tijd. Banken zijn nog steeds niet schuldig met het verlenen van kredieten, hè? Ach, lief schat. Onze branche die groeit nog steeds gestaag. Mm-hmm. Ja, mensen blijven gewoon doodgaan, toch? En er komen er ieder jaar steeds meer. Ja, neem nou de bezoekers van onze open avond. Ja. Ja, die willen natuurlijk geen van alle doods. Ja, maar sorry hoor, er komt een dag, dan bent ook u aan de beurt. En als het dan zover is, dan wilt u toch ook dat dat netjes gebeurt? Hè? En niet dat ze dan achteraf zeggen van, nou, op die uitvaart van die en die, nou, daar was het me toch een armoedig zooitje. Nee, ik zie u klikken, u begrijpt het allemaal wel. Zeg, ze zullen het toch wel vinden, hè? Uitgerekend op de dag dat je doodgaat op Peertje. Zullen wij eens even doornemen wat wij van plan zijn? Zo? Nou, ik bedoel de uitvaart van uw man. Kijk, dat moeten wij tijdig weten, want we zitten op het moment met een technisch probleempje. Ja, onze graafmachine is weer een stuk. Ja, Sonja, dat hoeft de hele wereld niet te weten. Ons werk heeft daar niet onder te lijden, want wij spitten. Ja, sorry. Zal wel. Maar goed, over de uitvaart. Wilt u een budget uitvaart of een luxe uitvaart? En als u dan kiest voor die luxe uitvaart, moet daar dan een rouwclown bij?
Kom van Jay, een pianist, misschien zelfs een strijdje. Ja, dat is wel heel erg aan hoor. De rouwclown, dat is leuk. Die komt dan zo in één nacht een grafsteen voor. Ja, dat is zo veel klaar en zo. Zoals laatst, over die vrouw die niet in een glazen urn wilde. Ze had haar hele leven te schotten al voor het raam gezeten. Ja, dat is een aardige. Maar onze vaste clown en Rico heeft echt een leuk repertoire. Ja, wordt er tenminste ook nog eens gelachen tijdens een uitvaart in plaats van al dat gesnoffen. Maar ja, zo'n rouwclown, dat kost wel 200 euro extra. Nou, ik kan niet zeggen dat hij van mij nou zo humor heeft. Als je hem op vertelde, moest je hem 5 keer uitleggen, dan snapte hij hem nog niet. We waren een keer in Amsterdam. We moesten naar het ziekenhuis gaan, dokter. En stonden bij een drukke straat en de vracht aan de voorbijganger. Hoe kom ik er snel in het ziekenhuis? Zei die voetganger, dan moet je hier oversteken. Ik lag in de deuk. Maar hij snapte er helemaal niks van. Nee. Goed, geen rouwclown. Nou, dan de kist. Nee. Wij hebben een enorme keuze. Ja, daar hebben we het al over gehad, hè. Ken die niet in een kartonnen doos? En de muziek? Madonna. Is je gek op? Ga weg. Uw man, gek van Madonna's muziek? Nou, nee, niet de muziek. Hij is een beetje doof. Hij vond ze lekker wijf. Tuurlijk. Had u dan al nagedacht over een grafsteen? Of misschien zelfs een grafmonument? We hebben op dit moment een mooie steen in de aanbieding van Chinees marmer. Chinees? Daar vond hij veel te scherp. Hij was meer van de gestampte pot, kool met spek en ondijvie-stamppot, ja, zo toen. Misschien is een mooie kookpot op zijn graf iets. Oh god, nee. Ha, hij is bang in het donker. Nee, dan kies je toch maar voor een crematie. Hij vertikken, wat blijft hij nou toch? Ik wil dat veel te laten vervangen, hoor. Ja, juist. Een crematie dus. Ja. Wilt u dat dan met plechtigheid? Of toch maar gewoon zo hup de oven in? Ja, zijn we met een kwartiertje klaar als we even doorstoken? Oh, u heeft een korting voor zo'n tussendoortje? Nee, wij werken met landelijk vastgestelde tarieven. Ja, ja, die stellen jullie zelf vast, hè? Ja, stelletje laaien, lichtjes. Ik kijk ook TV. Ja, hij gaat eronder, maar ik wil dat jij een prijs bepaalt. En ik hoef geen rekening en geen bon. Ik ga constant afbetalen. Oh, ja, contant. Ja, contant. Kijk, dat verandert de zaak. Ah ja. We praten hier over een begrafenis of een crematie. We staan toch niet op de veemarkt? Maar als mevrouw Koningstein dat nou zo wil, wie ben ik dan om te zeggen dat dat niet kan? En bovendien? Ja, ik weet het. Onze schoorsteen moet ook roken. Ja, kijk, hè, we hebben het er niet over gehad. Want dat doe je niet zo makkelijk, hè. Maar als hij nou weer boven water komt, dan zou ik vragen, wat wil je nou? Diep in de grond of in een potje? Oh, potje? Wij hebben een uitgebreide collectie urnen. Ja, speciaal voor ons ontworpen. Design. Oh. Door die... Jean de Bouvier, die hondenmepper. Jean de Bouvier, ah ja. Hoeveel was dat? Zijn trouwens gewone wegpot. Die zijn 150 euro exclusief btw. Oh, gurkensticks. Dat is wel veel geld, hè, voor statiegeld. Ja, wel speciaal voor ons geworpen. Ja. Zeg, gehaald bij de glasbak, zou je bedoelen. Zo'n potje past niet door de opening. Ach, waar zou ik die oude nou nog eens mee kunnen verrassen? Misschien een mooi bloemwerk? Oh god, nee, dan is die. Hij is zo allergisch als de neter. Ach, overledenen is er toch niet? Ja, maar hij wil. Hij is dwars door zijn uitvaart heen. Dat is om uit te stellen. Ja. En nou ook weer, hè. Uitgerekend op zijn sterfdag, dan peert hij hem. Ja, dat is wel heel vervelend. Ja, medewerking verleden, oma. Mag ik jullie, als
alsjeblieft even op wijzen dat de aanstaande overledene nog steeds niet dood is? Dat bedoel ik. He? Helemaal geen medewerking verlenen. Meneer, het is voor mij ook de eerste keer, hè? Een uitvaart, een crematie, een begrafenis. Hé, hey, meneer, die trek aan zijn stutten. Dan sta je met je goede gedrag. Zo doen we, John. Misschien is het beter als u een andere keer terugkomt, mevrouw Koningstein. Als uw man echt overleden is. Ja, dat dacht ik niet, hè. Ik ben hier en ik blijf hier. Ik ga hier voor die persoonlijke onderkansies. Ja, zo doen we. Ja, ik begrijp hij die niet. Hij wil dood, hij zal dood. Ik kan jullie komen bij Koningstein nog niet. Het zie je in de kop, maar heb ze niet in de kont. Het feest gaat door, met of zonder hem. Ja. Maar daar hebben we uw man toch echt bij nodig, hoor? Ja, ik zal hem wel krijgen als hij komt. Houdt hij het wel uit zijn gekke hersens. Ja, zo doen we. Volgens mij komt daar wat aan. Zo, en waar ben jij geweest? Wat zijn dat voor manieren? Die mensen die doen hier een stinkende best om het allemaal goed te maken. Een handgegraven graf. En jij ondankbare hond. Ben je hier en dan blijf je hier. Mevrouw Koningstein? Ja. Het moet maar eens een keer gezegd worden. Iedereen houdt mij zijn mond. Het is toch geen leven met die man? Ze zijn maar met z'n tweeën. Oh, dan ligt hij zeker al in de kist. Dat lijkt me niet. Ze zijn nogal innig, lijkt me. Hebben jullie hem al te pakken gekregen? Ja, en of ik hem te pakken heb gekregen. Heb je hem aan het gekomen? Hij doet het echt vet. Juist. Nou, jij kan er ook wel wat van, hoor. Ik was er ook zo aan toe. Ja. Ik geloof niet dat jullie de boodschap begrepen hebben. Nou, kijk. Wij moesten dus naar die man zoeken. Hè? Dus wij waren in de stad. Die stad die was de grootste, dus we zagen hem niet. Dus we denken, kom, wij gaan eens even lekker een drankje nemen. Hè? Omdat we dachten dat die man misschien wel bij het café was. Wij kijken, we zien hem daar niet, dus we denken, kom, hè, we nemen een lekker drankje. En toen vroeg Leni aan mij of ik een kusje van de wou. Ja, nou, daar zeg ik geen nee tegen. En toen zei ze, oh, wat heb je grote sterke armen. Ik zeg, ja, dat komt van wat spitten, hè. En toen vroeg ze wat moois van de wou zien. Nou, en mooi zijn ze, hoor. Maar meneer Koningstein is een spoorloos. Jullie hebben gewoon liggen vozen? Ja, mag ik de hele dag graven, kisten, lijken, as uit de oven, afleggen, jongen, wat opwindt het allemaal. Nou, en met Leni hier had ik gelijk een heel goed contact, hè? Dus ja... Zodoende. Ja, kijk, dat is mijn tekst. Ik heb al zijn hele grootste plannen. Hij wil de grootste uitvaartonderneming worden. Met 24 uur begrafenissen en crematies. S'avonds en in het weekend. Oh, ik zie het al helemaal voor me. Een crematie op kerstavond. En een begrafenis met Pasen. Met Pasen begraven we niet, nee. Hoor. Nee, met Pasen wil het nog wel eens gebeuren dat ze uit de dood weer opstaan. Dat is namelijk 2000 jaar geleden ook gebeurd, dus dat doen we sinds die tijd niet meer. Zeg, en waar is Paul nou? Nou, als die man het helemaal gelukt is om van hier naar de stad te lopen en daar nog steeds rond te lopen, dan denk ik niet dat hij de diensten van uitvaartonderneming Spit wel nodig heeft. Ja, hij lijkt me nogal fit. Het is voor zijn eigen bestwil. Die man ken echt niet meer. Nou, mevrouw zal het niet zeggen omdat ze van hem af wil, hè? Nee, ik bedoel, het is nogal een stap, hoor. En wat dacht je van de kosten? Ja, maar zonder lijk geen uitvaart. Hij heeft geen reserve. Weet je voorwaarts. Maar dat dan doen we net alsof en ik niet meer verder met mijn leven verder. Blijft het feit dat we een arts nodig hebben voor het opstellen van een overlijdensakte? Oh, geen probleem. Even lief doen tegen dat ze weer smaal, joh. En als
als ons parel ineens weer opduikt? Ah, dat is toch gewoon een kwestie van spitten. Even graven, een paar keltjes erbij, hup erin en niemand mist een overledene. Nou, ik weet het niet hoor. Ik vind het toch een beetje link allemaal. Nou, hij is verzekerd voor €250.000. En ik heb niet voor Jan Doedel 20 jaar premie betaald. Ik wil rendement. Ik wil poen. Ja. €250.000? Ja. Dat is een hoop geld. Zeker. En zaken zijn zaken. En mijn schoorsteen moet ook roken. Hé, dat was onze tekst. Maar waar halen wij zo gauw een instant lijk vandaan? Ja. Sonja. Ja. Wat hebben wij nog in de koelie? Gewoon dit, voor vanavond op de barbecue. Nee, voor een crematie natuurlijk. Nou, als Sonja die kip moet barbecue, dan wordt wel een soort van cremeren. Of misschien liever gezegd ritueel verbranden. Nou. De laatste keer dat jij de sperhips op de barbecue legde, de rookwolken kwamen van hier tot aan dieren te zien. De hele brandweerbrigade kwam er vooruit rukken. Daar lag aan de filter. Ja hoor. Goed. Als wij nou eens in de pauze die zo dadelijk volgt even de kopjes bij elkaar steken. Een €250.000, dat is geen kattenpies, hè? Daar moet toch een mouw aan te passen zijn. Jij gaat toch geen gekke dingen doen, zus? Nee, helemaal geen gekke dingen. Wij gaan ons verstand gebruiken. Oh. Kijk, dat €250.000... Dat is een mooi beginkapitaaltje voor Gerbrand en Link. Ja. Die kunnen dan de zaak overnemen. Ik blijf dan op de achtergrond als adviseur. En mevrouw Koningstein hier is dan van een wezenlijk probleem af. Ja, ja. Toch? Ja. We gaan alles eens even goed op een rijtje zetten. Ja, zodoende. Dan is toch niet alles voor niks geweest. Nee. Ja, zodoende. Ja. De kaarten van stil, dan zeiden ze nee. Toen is het gebeurd. Bij ons. Is nou die hele voorraad door de aula op? Of gaan we er nou ook nog een café bij beginnen? Dat is voor onze reserve die ik net gevonden heb. Reserve? Ik heb er net een gevonden. Een dakloze die zwaar aan de drank is. Ik heb ze lang in het schuurtje gestald waar Gerbrand zijn gereedschap bewaart. En waar heb je die dan weer vandaan? Uit Stadspark. Ja, ik bedoel, hij spreekt gebrekkig Nederlands. Scheelt, kan hij ons ook niet zo snel verlinken. En hij maar zorgt dat hij genoeg flessen heeft, heb je geen kind aan hem. Maar dan zijn we er nog niet. Nee, hij moet natuurlijk wel eerst overleden zijn. Oh, dat is een kwestie van de dosis opvoeren. Ja, ik bedoel, hij zit nou over een liter per dag. Nou. Toch makkelijk uitbreiden tot 3, 4, 5 liter. En zeg nou zelf, wat is er mooier dan sterven als je totaal in de loren bent? Nou, ik weet het niet hoor. Ik vind het toch een beetje te gevaarlijk. Ja, als zoiets de oven ingaat, dan krijg je explosies. Dit is er één. Daar moeten we voor spitten. Niks geen crematie. Deze nog gaat onder de grond. Ik heb het al met Gerbrand besproken. Oké. Okay. En volgens mij is die al aan het graven. Alleen die helpt hem. Oh. Nou, dan zou er van dat graven wel niet veel terechtkomen. Oh, sinds hij dat meisje kent, is er geen lamp meer met hem te bezijden. Er komt niks meer uit zijn handen. Hey. En ze doen het, dus overal, hè? Het. Het is niet te geloven. Het is gewoon ziekelijk. In het mortuaar.
In de keuken, in de kelder, in de slaapkamer. Noem het allemaal maar op. Dat is de natuur. Dat duurt maar 6 weken. Hebben ze alle gaten gehad? Gaat zo even door van de zaak. Ja, dat kan wel wezen. Maar het is toch echt vervelend, hoor. Daar straks wilde ik iemand afleggen op de marmeren tafel. Ik kijk die baar daar naar binnen. Die liggen daar op het roestvrijstalen bovenblad. Die zo moeilijk te raden. En ze waren nog bloot ook, hè? Ja, meestal met zoiets. Weet je hoe koud het daar altijd is? Dat voelen ze toch niet? Ach, mens, je zou er hartstikke verkouden of ziek van worden. En wie mag er dan weer spitten als Gerbrand met een longontsteking in zijn bed ligt? Zo, ik ben in de pauze even naar huis geweest, hè. Heb ik even die ID-kaart van die oude gehaald. Als er niet bij zit, is dat veel hartstikke mee, hè. En ik ben ook nog even naar de dokter Wiersema gegaan. Nou, hij is beraad om mee te werken tegen een passende vergoeding. Dokter Wiersema? Ja. Dat is toch die oude veearts? Ja, ja, hij loopt tegen de 80. Is een beetje doof en een beetje blind. Maar er is één ding, nou dat kent hij toch zo goed. Dat hebt hij zo goed bijgehouden. Ja, ik voel me vroeg. Hij trouwens ook, ja. En toen hij met die veeartsenpraktijk gestopt is, is hij voor huisarts gaan leren. En is hij verpleegarts geworden. Dus ik wil maar even zeggen, je kent alle kansen op met dokter Wiersema. Een fluitje van een cent, een pilletje hier, een drankje daar, ze doen me joh. Die vloedgolf van de laatste december, weet je nog? Toen hadden we er minimaal 2 per dag van huizen avondrust. Ja. Zat hij daar soms ook achter? Misschien. Ah, je moet niet vergeten, Anja, het is afgelopen december ook extreem koud geweest, hè? Ik wil alleen maar zeggen dat dokter Wiersema niet zo moeilijk doet. Hij had trouwens ook nog een reserve. Ja, iemand die je kind nog kraai hebt en die helemaal niet meer wil, je zou hem toch zo'n goede dienst bewijzen, hè? Was ook nou, dat is nummer 2 dan! Ja, nou ja, maakt het uit, vinden we ook wel weer een oplossing voor. Reserves kun je nooit genoeg hebben. Nee. Beter mee verlegen als omgelegen, ja, zeg ik al. Zo is dat. Nou, die Gerbrand, die kan er wat van. Ja, daar weet je bij alles van. Spitten. Wat kan die jongen spitten? Oh, hoe dat tegenwoordig zo? Oh, en hij komt diep. Spannen was met die details. En Gerbrand en ik hebben een nieuwtje. Ze lopen wel heel erg hard van stapel. Ja, dat heb ze van mij. Ik lust er ook wel pap. Ik heb tegen die verkeerde aangelopen. Nou ja, zeg. Is dat nog een nieuwtje? Nee. Van een bruiloft komt een bruiloft, zeggen ze. Zou dat soms ook opgaan voor een uitvaart? We gaan er toch zeker geen partycentrum van maken. No. Nee, compleet met feestzaal en happy hour. Happy hour? Oh jee! Mijn reserve. Mijn drinken, broer. Hij moet nodig een nieuwe fles. Ik kom hem aan. Kijk eens wat voor lekkers ik heb. Reserve? Ja. Om de uitvaart toch doorgang te laten vinden, zijn wij overgegaan tot het inzetten van een reserve. Ja? Met de medewerking van dokter Wiersema, die overal zijn handtekeningen onder zet, zolang daar maar iets tegenover staat. Ja, zoals ik bijvoorbeeld. Mijn vader dan? Oh, dat komt wel van later als hij weer op komt duiken, hè? Oh ja. En dan heeft Gerbrand zo weer een kuiltje gespit. Want spitten, daar zijn wij het beste in.
Oh, op die manier. Maar Gabriel en ik hebben een hele dikke. En wie hebt een dikke? Zoals ik al zei, bespaar me de details. Een hele dikke meneer gezien in de snackbar. Oh. En die wilde alleen maar eten. Die wilde zich eigenlijk dood eten. Moeten we er nou ook nog een frietent bij gaan beginnen? Nou, we hebben hem zo lang in de aula gestald. Dikke meneer. En dan zit hij nou daarnaast bitterballen en broodjes rospiep op te eten. Maar die bitterballen, die zijn van eergisteren. Die broodjes zijn van vorige week. Die rosbief is groen. En dan kon hem helemaal niks schelen als die maar wat in zijn buik had. Oh, die man vergiftigt zichzelf. Ja, maar dat is toch de bedoeling? Dat is uitstekend. Ja. En dan ook nog een dikke man. Ja. Ja, dat wordt spitten. Zoiets kan niet in de oven, hoor. Dan vliegt mijn hele crematorium in de hens. Is die erg dik, die man van jullie? Oh, 200 kilo haalt hij met gemak. Oh, ja. Ik moet wel zeggen, die van mij is ook wel een beetje gezet. Maar 200 kilo, ik moet er niet aan denken. Maar het is wel een mogelijkheid, hè. En wat vindt Gerbrand? Zo, nou, ik heb me even gedoucht, goed van al dat spitten. Daar word je zo zweterig van, hè. Veel lekkerder als je lekker fris bent. Zeg, blijft dat nou zo? Nou, wat mij betreft kunnen we beginnen, hoor. Oh, ja, dat had je gedacht. Het is nog de vraag van met welke moet je beginnen. Ja, je tante is ook met een reserve aankomen zetten. Ze is hem nu even aan het voederen. Of liever gezegd aan drinken. Nou, ja, nou dan doen we twee voor de prijs van één. Dan heb je altijd prijs. Of één begraven, één cremeren. Dan heeft mevrouw Koningstein de keuze. Ja, maar ik wil het wel stijlvol, hè? Ja, met zijn toespraak en met een koor en veel violen. Ja, zo doen we. Volgens mij wilde uw man toch iets heel anders. Iets meer volks, als ik het wel heb. Ja, maar daar weet je toch helemaal niks meer van. En ik betaal dat hele circus. En wie betaalt, die met pals. Heb je dat altijd begrepen? Met een nieuwe dwars liggen. Dwars liggen? Nee, daar beginnen we niet aan. Ben je wel helemaal... Weet je wat een rotwerk dat is? Die dwars grafgraven. Daar ben ik ruim de hele dag mee bezig. Nee. Nou, mevrouw Koningstein heeft wel een beetje gelijk, hè? Die betaalt, die bepaalt. En dan daarbij van die 10.000 euro kan mijn best van. Ja, en ik geef een royale voor je. Ja, als de zaken er zo voor liggen, dan valt er wel wat te regelen. Nou, kom op dan, kou graven. En maak er maar een mooie grote diepe van, want er moet nogal wat in. Heb ik me net helemaal schoon zitten maken, kan ik me weer bevuilen en gaan. Hé, help je mij anders even een handje? Ja, daar kunnen we weer. Ja! Nee, eerst spitten, hè. Even help, kindje lijkt wel onverzadigbaar. Ja, dat heb ze van mij. Ja, pakken, hè. Ja, dat kennen ze. Ja, we zorgen voor een mooie uitvaart. Ja? Alles erop en eraan. Zoals u dat graag wilt. Toch? Ja. Nou, en dan maak ik een fraaie rekening. Maar ik wil wel graag 25% aanbetaling. En hoeveel is dat? Dan gaan we even kijken. Eens even zien. Dat wordt dan een kist. Krans. Voorganger. Afleggen. Muziek. Vermakelijkheidsbelasting, gaafloon, steen, volgauto's, btw, energiebelasting, milieuheffing, grafrechten, urn, plaatsing in de urnenmuur, administratiekosten, gebruik van de aula, consumpties, verzekering glasschalen, huurvervanger aangepaste kleding, brandstofvergoeding, toeslagzus, toeslagzoon, fotograaf, cameraman. Kosten begrafenis-dvd, auteursrechten, de grafhuur voor 20 jaar, ga je bij voorhand te voldoen. Verse bloemen op het graf, koffie, thee, limonade, gevulde koeken, begrafenismaal, extra ornament op de kist,
avondwaken, dragers, politietoezicht. Ja, dat moet je tegenwoordig ook betalen. Niets voor niets meer tegenwoordig. Net als bij risicovolle voetbalwedstrijden. Nou, eens even kijken. Dat is het dan wel zo'n beetje. Dat is dan precies 10.000 euro. Contant graag. Oké, is dat dan voor de hele ceremonie? Ben ik dan overal vanaf? Nee, dat is natuurlijk die 25%. Ja, er kan nog een beetje bijkomen. Meerwerk heet dat in onze branche. Maar dat zullen de kosten niet zijn, hoor. Nou, en hoeveel gaat het grapje dan kosten? Dat wordt bij elkaar, denk zo'n 40.000 euro. 40 ruggen? Nou, kijk. Dat lijkt veel, maar dat is het niet hoor. Kijk, het kost wat, maar dan heb je ook wat. En ik ken een aantal mensen bij de televisie. Voor wat geld en goede woorden wordt de plechtigheid dan ook nog uitgezonden bij de NOS. Op Nederland 1, 2 en 3. Met een herhaling in het 10-uur-journaal. En het kan zelfs bij Nieuwsuur. Maar dat kost dan wel extra, hè? Maar dit overvalt mij toch wel een beetje, hoor. Ja, jezus. Kan natuurlijk wel goedkoper. Maar ja, dan heb je gewoon geen mooie plechtigheid. Dan is het eigenlijk of je iemand zo min of meer weggooit. Ja, en daar beginnen wij spitten niet aan, hè? Nee, wij doen alles discreet en netjes. En vooral te duur. Want dat is chic, hè? Maar pap zou het helemaal geweldig vinden. Op de televisie? En dan ook nog op het journaal? Ja, en als ik dan echt goed mijn best doe, met vooraankondiging. Oh, maar dat is wel heel apart, hoor, man. En niemand die dan nog eromheen kan dat uw man is overleden, na zo'n mooie plechtigheid. Nou, de verzekering kan overgaan tot uitbetalen. En dan bent u, de beklagenswaardige, maar toch ook zeer beheerenswaardige rijke win. Ja, dat wel natuurlijk. Ja. Hij wilde wat bij eten, nou wat meer. Hij krijgt honger, zegt hij. Ik heb die hele man bij hem achtergelaten. En moet je raaien wat hij zegt? Mijn eigen merk zit er niet bij. Er staat van alles. Jonge jenever, whisky, rum, cognac, vieux, bier, brandewijn. Ja, te veel om op te noemen. Maar meneer wil zijn eigen merk. En wat is dat dan wel? Hou je vast. Frambozen bessenwijn van de Spar. En daar moet dan zo'n bruine papieren zak in, want zo hoort het, zegt hij. Wacht eens even. Frambozen bessenwijn, dat is dat drankje wat jouw vader vroeger altijd dronk. Hij stopte dan in die lege flessen een onkruidbestrijdingsmiddel. En dat middel mag lang niet meer gebruikt worden. Maar dat had wel dezelfde kleur als die frambozen bessenwijn. Ja, dat is inderdaad een leuk ideetje. Kom, wij gaan onze reserves eens even goed verwennen. Ja, ja, en daarna verwen ik jou. Oh, ja. Ja, kom. Dokter mag dan wel een beetje ondringerig zijn, maar ze weet wel van aan. Oh, maar dat wist ik ook. Ik pak ze alles aan wat ik had. En dokter Meersen, maar ook, die pak ze ook al. Ik heb daar nog een mooi leren pakje voor gekocht. En met je hoge stilet, zo. Och, die dokter Meersen, maar heel verkeerd. Maar nog even over die aanbetaling van 10.000 euro. Die zou ik graag hebben in 200 briefjes van 50. Nieuwe briefjes. Oh, 200 van die mooie nieuwe biljetjes. Oh, dat geeft zo'n heerlijk gevoel. En dan die geur, hè. Oh, zalig gewoon. Tja,
Hij zus is met weinig tevreden, hoor. Ja, 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 dat heb ik gelijk gezien. Dat is een goed mens. Ja, ja. Heel sociaal, hè? En vol mededogen voor de naasten. Ja, ja, zo te doen. Ja, ja, dat moet je ook wel een beetje zijn in ons vak, hè? Ja. Ach, ik zeg altijd maar zo, dit is geen vak, dit is een roeping. Ja, in ons vak moet je onbaatzuchtig zijn. Want anders houd je het gewoon niet vol. Met al die tranen, dat leed en die droefenis waar je mee wordt geconfronteerd. Soms, nee, vaak, dan vliegt het me naar de keel. Maar dan vind ik weer zoveel troost en genoegdoening in het feit dat ik de nabestaanden mag bijstaan in die laatste moeilijke uren van afscheid nemen van hun dierbaren. En dan zie ik ze weer gaan. Na een laatste troostend woord mijnerzijds. Met de rekening op zak en het dringende door vriendelijke bezoek erbij om deze binnen 14 dagen te betalen. Och, dit is zo'n mooi vak. Ik zou gewoon niet anders willen. De dankbaarheid, vooral van de nabestaanden, dat grijpt zo diep. Zoals laatst die oude aannemer die letterlijk gewerkt had tot zijn laatste snik. Hij viel van de steiger. Als het personeel was dat tijdens zijn uitvaart. Ze hebben hem eigenhandig begraven. En daarna de kuil dichtgestort met beton. Want ze wilden absoluut niet dat hij nog terug zou komen. Stel je voor, hè. En dan die gele voering op de uitvaart. Die man die kreeg echt een applaus, hè. Staande ovatie. Omdat hij het was geweest die hem... En nu gegeven had. 14 meter. Overleeft geen mens. Hij was dan ook op slag dood. En dan die oude oma met die 16 kinderen. Dat was een echte happening. Ja, ja, dat was echt wat, ja. 16 kinderen. 30 kleinkinderen. Ja, en dan nog de aanhanger. Ze kwamen allemaal met touringcarbussen hier naartoe. En dat werd me toch een rel. Hoezo een rel? Nou, ja, het hele fijne was er niet meer van. Die oma die kwam uit Zeeland of Volendam of zoiets. In ieder geval kantenmutsje, bloedkoralen ketting, gouden slot. En om die ketting. Daar ging het dus om. De ene helft van de familie beschuldigde de andere helft van de familie dat ze dat achterover gedrukt hadden. Nou, werkelijk. Slaande ruzie aan het graf. Ze sloegen elkaar bekant de grafkuil in. We hebben de ME te waarschuwen om het einde eraan te maken. En daar is dan die bloedkoralenketting gebleven. Bij ons in de kluis natuurlijk. Ja, bij het afleggen gaan alle sieraden eraf. En de regel is... Wie iets vindt, mag het houden. Maar wij komen er vaak met een kaart daarvoor. Dan zijn de verpleegkundigen uit het verzorgingshuis ons voor geweest. De ratten. Zulke praktijken zouden verboden moeten worden. Nou. Ja, die spullen die komen naar ons toe. Toch? Het is gewoon lijkpikkerij. Ja, dat is waar. Maar gelukkig zijn wij er tegenwoordig snel bij. Om de ringen, de armbanden, de horloges in veiligheid te brengen. En dat met de onveranderd hoge goudprijs van tegenwoordig. Ja, maar dat is diefstal. Oh, helemaal niet hoor. Dat is gewoon terecht. Oud, maar zeker. En bovendien, wat doen de nabestaanden met die sieraden? Die gaan ze dragen. Dat is morbide. En dan zie je hoe je zus steeds de broche draagt van je helaas overleden moeder. Nou, ik kan je zeggen, dat doet zeer. Dat trekt oude wonden open. Ha, dat ruikt naar pesterij. Nee, die sieraden zijn bij ons in veel betere handen. Inderdaad. En wij doen het echt niet voor ons plezier, hoor. Oh, nee. U moest eens weten hoe moeilijk sommige sloten los te krijgen. Oh. Ja, echt wel, hoor. Dat is nog een heel gepuzzel. Ja, ja, wel, ja. Maar gelukkig, de betonschaar die doet wonderen bij alles. De ringen, armbanden, kettingen, horloges. Oh, wat wij allemaal niet geknipt hebben. Ja, het pad van een uitvaartondernemster gaat echt niet over rozen. Maar dat doen wij met liefde. Met graagte. Omdat het onze roeping is.
Ja, dit is het mooiste vak van de hele wereld. Heb wel een deal. Oh, maar met ons valt niet te marchanderen. Ik geef 10.000 euro. En in ruil daarvoor wil ik een mooie urn gevuld met as. En een overlijdensverklaring. Want op zijn crematie, daar komt toch geen hond. Ja, er zijn letterlijk kosten op het sterfhuis. Ja, hij gaat diep tronder of in een potje. En dan regel ik wel met dokter Biersema. Dat komt wel goed, even liever doen, ja. Ja, en dan zijn we overal vanaf. En dan hoeft Gerberhard niet meer te spitten. Die heeft wel wat anders te doen, hè. Alleen, die houdt niet van half werk. Zo doen die, joh. Ja. Oh. Ja, op die manier. Ja. Maar dat is wel tegen onze beroepseer. Wij zijn een gerenommeerd bedrijf. Onze klanten zijn nooit iets tekort gekomen. Hé, hey, maar wacht eens. 10.000 euro in deze tijd van crisis en zo. En dan die concurrentie die steeds heftiger wordt. Dan is toch 10.000 euro... contant. Kijk, contant, precies. Dat is toch een heel mooi bedrag, of niet dan? Ja, dan kies ik toch voor een crematie. Crematie? Ja. Dat is heel verstandig. Crematie heeft de toekomst. Ja. Bovendien is het ook veel hygiënischer. Begraven. Wat is dat nou? Wat is er nou aan om iemand onder de grond te stoppen? Nee, ligt die daar te verteren en na 20 jaar moet dat graf weer geruimd worden. Gaan al die beenderen de knekelput in? Dat is zo onpersoonlijk. En dan wordt er ook nog van je verwacht dat je voor je goede fatsoen zo'n graf regelmatig gaat bezoeken. Ach, de eerste tijd gaat dat allemaal nog wel lukken. Maar na een aantal jaren komt de klad erin. Je vergeet het eens, je verhuist, graf verslonst, onkruid erover. Een urn. Die kun je mee naar huis nemen. En die geef je dan een fijn plekje. En dan is de ontslapende altijd nog dicht bij je in de buurt. En dat geeft zo'n vertrouwd gevoel. En het scheelt in heel veel kosten. Ga maar na. Grafhuur, grafonderhoud, bezoeken heen en weer rijden. Eén ding weten we allemaal zeker. Dat zijn kosten die ieder jaar omhoog gaan. Dat heb je bij een crematie niet. Kun je voor dat geld andere leuke dingen doen. Ja, nieuwe echtgenoot zoeken bijvoorbeeld. Een nieuwe echtgenoot, ik moet er niet aan denken. Amanda heeft geen polonaise meer. Ik heb niet een gehad. Dokter Biersema, dat zou je nog kennen. Die waste altijd zijn handen voordat hij begon. Ja. Maar een rijke weduwe. Die loest die gewinde, hè? Ja, dat dacht ik niet. En dan komen ze allemaal op de centen af, die laaie lichters. Dan hebben ze een beleggingje hier en een beleggingje daar. Ja, dan zijn hun zakken gevuld en ik heb niks meer in de kluis. Nee, ik kan mijn centen wel zelf opmaken, hoor. Ja, dat is ook een mening. Ja, dan kies ik misschien toch beter voor een begrafenis. Oh, nou, dat is ook heel verstandig. Begraven komt weer helemaal in. Ja, en bovendien, wat is er nou aan om iemand in een verzengend vuur te laten eindigen? Nee, iemand weer veilig en warm teruggeven in de schoot van moeder aarde. En dat je weer een plekje hebt om naartoe te kunnen gaan. Dat je kunt genieten van de serene rust op zo'n begraafplaats. Ach, weet je, cremeren is zo onpersoonlijk. Krijg je je gecremeerde geliefde mee in een bordje. En wat doe je daarmee? Zet je in de vensterbank of in de kast. En dan vergeet je het. En na jaren vraagt de werkster, wat moeten we nou met dat vieze potje? En hup, het verdwijnt zo de grijze bak in. Een graf past veel mooier. Een rustpunt in je bestaan. Daar rust je geliefde dan voor eeuwig. En dat geeft zo'n vertrouwd gevoel. En de kosten zijn zo gering. Kun je trouwens onderhoudsabonnement voor nemen? Neemt Gerbrand ook dat graf mee in zijn
periodieke schoffelbeurt. Oh ja, hoe vaak is dat? Ik dacht één keer. Op een week. Wel nee, wat denkt u wel? Oh, iedere dag. Nou, ik denk eerder één keer per jaar. Huh? Ja, vroeger deden we dat wel met een maaimachine. Dan gebeurde dat wel vaker. Maar daar is tegenwoordig geen begin meer aan. En dan hebben we ook nog een aantal ecologische velden. Ja, met bepaalde plantjes of zo? Nou, dat niet direct. Die velden verhuren we naar een boer en die laat zijn schaapjes erop grazen. Ja, en als je dan de graf wil bezoeken, wat dan? Oh, dat gebeurt allemaal niet. Nee hoor, nee. Kijk, als iemand overleden is, dan is het iedereen vol emotie. Ja. Maar is die uitvaart eenmaal voorbij, ach, dan gaat iedereen weer zijn eigen leven verder leiden. En dan denkt niemand meer ergens aan. Nee, zoals ik zei, overlijden, dan is iedereen helemaal vol emoties. Maar, En daar moeten we dus als uitvaartonderneming van profiteren. We moeten het een ijzer smeden als de oven heet is. Wij komen dan ook direct als we een melding van overlijden krijgen. Inderdaad, hier met dat lijk. Want dan zijn wij er in ieder geval zeker van dat we het hebben. Ja, ik bedoel een opbaren van thuis van iemand. Daar is toch allemaal niks aan. Nee. Zo'n kadaver in de boomkamer. Schiet dat helemaal niks meer van? Nee, dan hier. Wij hebben prachtige opbaarmogelijkheden. En vastgestelde bezoektijden. Bent u thuis overal vanaf? En voor de kosten hoeft u het niet te laten. Maar ja, als de mensen erop staan. Klant is natuurlijk koning, hè? Dan regelen we alles bij de mensen thuis. Zelfs een begrafenis in de eigen achtertuin. Want dat mag tegenwoordig. Maar dat vinden wij oneerlijke concurrentie. Ik moet daar niet aan denken. Een laak in mijn tuin. Ik heb wekenlang gebuffeld om een mooi terras aan te leggen. Dan moet alles weer open. En ik heb net een nieuwe rinolering. Dan moeten ze daar helemaal omheen werken. En al die bloembakken. Nee hoor, werken. Nee, geen werk. Echt niet. Dus? Oh god, nou weet ik het eigenlijk niet meer. Oh, dan denken jullie zeker dat ik de rol kwijt ben, hè? Ik heb wekenlang geleerd. Ik heb mijn lepnazels geleerd. Ik weet het. Wat gaan we nou doen? Zo. Dat klusje is weer mooi gepiept. We waren heel tevreden. Waar hebben jullie het over? Die twee reserves. We hebben ze bij elkaar gezet. Ieder zo'n fles frambozen bessenwijn. Nou, en dat werkt hoor. Binnen 5 minuten waren ze onder zeil. Oh. Een waardig einde. Zo mooi en zo vredig. Ik weet het niet. Iets in mij zegt toch dat het niet goed is wat we doen. Is en blijft tenslotte illegaal. En het ruikt naar moord. Ach nee, het zijn gewone ondernemersrisico's. Nou, daar moet je helemaal niet bang voor zijn. Dat deed weigeren mijn man ook niet. Die had een stuk weiland en een mooie schop en die spitte. Nou, en kijk wat er van geworden is. Dan moet je me toch eens vertellen. Waarom is mijn man eigenlijk overleden? Ik bedoel, dat was toen met zoveel geheimzinnigheid omgeven. Ja, ik kan mij mijn vader eigenlijk ook helemaal niet zo herinneren. Ach ja, je was ook nog zo klein en het is al zo lang geleden. Daar wou ik je toch allemaal niet mee lastigvallen. Was hij ziek of zo? Ziek? Nee, hij was zo gezond als een vis. En zo sterk als een beer. Ja, graven, dat komt hij als de best. Wilde je 1 graf? Geen probleem. 2 graven? Hij stond erbij te lachen. 4 graven? 8 graven? Hij speelde gewoon door. Een ongeluk? Zo zou je het kunnen noemen, ja. Oorzaak? Vreemdgaan. Geschoft. Vreemdgaan. Maar dat is toch niet dodelijk? In zijn geval. Ja, met een draagster van de laatste eer. Zo'n hooggeblondeerde dame. Een zwart jurkje.
op zulke palen van hakken, zelfs als het regende. Ja, dat gaf mij dus te denken, hè. Ja, ik heb ze betrapt bij het afleggen. Ja, dat doe je dus wel met speciale kleding aan. Maar toch echt niet in je nakende blote kont. En toen? Ruzie? Of? Nee, helemaal niet. Ik deed gewoon heel lief tegen hem. Ik zei dat ik het wist. Dat ik ze had gezien. Dus eigenlijk min of meer betrapt. Maar dat ik het wel begreep. Hij was tenslotte een man. Hij trapte er nog in door de sukkel. Ja, had ik nooit de kans om weer allemaal de bewijzen te vergaren. Want zij gingen gewoon onverstoorbaar door met hun tierenlantijntjes. En ik heb daar foto's van gemaakt. Ben ik naar haar huis gegaan. Nou, ze was getrouwd met een ouderling. Hij had het hele verhaal verteld. En hem die polaroidfoto's gegeven. Nou, ze kon meteen vertrekken, hè? Is ze later gevonden in een blijf van mijn lijfhuis. Met een mes tussen de ribben. Mes had ik dus aan die ouderling gegeven. En ik had hem erbij verteld hoe die steken moest. En waar die steken moest. Goed, toen heeft je vader haar eigenhandig hier op de begraafplaats begraven. Stond hij daar bij dat graf. En een beetje jammeren van me. Dit had ik toch niet gewild. En ik had zo graag bij jou willen blijven. Oh, wil je dat? Is toch helemaal geen probleem. Even een schep gepakt. Even een boor gegeven. En hup, hij tuimelde zo naar haar het graf in. Bedrijfsongeval, dacht de politie. En die waren al lang blij dat ze een makkelijke zaak hadden die opgelost moest worden. Ze liggen nu samen op het ecologische veld. Anja, hoe kon je? Ach, dat was toch niet zo moeilijk? Je denkt toch zeker niet dat ik mijn leven laat vergallen door zo'n slettenbak? Nee, ik had daar ook al die tijd staan spitten, hoor. En dan zal zo'n blonde termijer even mijn leven komen verpesten? Ja, ik vind dat tijd dat wij vrouwen eens voor onze rechten wat opkomt. Precies. Ja. Het was baas in eigen buik, ja. Maar bij ons is het baas in eigen graf. Oh. En niemand had wat in de gaten, de politie of detectives om... Ach jongen, geloof toch niet in al die politieseries op de televisie? Waar zo'n jong inspecteurtje al die moorden oplost. Want zo werkt dat niet hoor. Je moest dus weten hoeveel mensen er hier op de begraafplaats liggen, waarvan de doodsoorzaak toch wel heel discutabel is. Ja, artsen hebben toch helemaal geen verstand van overlijden. Ja, nee. Ja, ze zien wanneer iemand dood is gegaan, ja. Maar de doodsoorzaak? Oh, daar raden ze altijd maar een beetje naar. Hartfalen, schrijven ze dan op. Ja, hè, nogal logisch. Als je dood bent, dan tikt je hart niet meer. Ik heb tenminste nog nooit meegemaakt dat er iemand met een luid tikkend hart hier onder de grond is gegaan. Nou ja, behalve je vader dan natuurlijk. Maar dat is de uitzondering op de regel. God, ja, maar genoeg hierover. Hoe lang duurt het nou eigenlijk voordat dat spul werkt dat jullie aan die reserves hebben gegeven? Ja, dat wisselt een beetje, maar meestal met een kwartier is het wel zo'n beetje gebeurd met onkruid. Oké. En kuil al klaar? Ja, ik heb altijd wel een paar kuiltjes reserve. Nou, dat vind ik nou zo knap voor jou, die vooruitziende blik. Ja, nee. Ik denk eigenlijk wel dat het zo ongeveer wel gebeurd is. Oké. Dan ga ik die dokter Wiersma maar eens even bellen. Oh, laat bellen me doen. Ik ken hem met rusten. Nou, ik wens je nummer zo even naar uw hoofd. Je zeker, dan vergeet je toch nooit. Oh, zo. Hallo?
Ja, je weet met wie je spreekt? Ach, lievertje van me. Ja, mijn moeder heeft toch zo'n goede band met dokter Wiersema, hè? Ja, dat is echt letterlijk en figuurlijk twee handen op één buik. Niet? Je weet niet met wie je spreekt? Met Koba. Koba Koningstein. Je eigen Kobaatje die je zo lekker vertroetelde altijd. Uw vader? Uw vader is in het ziekenhuis opgenomen met zijn delier. Oh, hij is helemaal in de war. Oh, dit is de zoon van Wiersma. Ja? Hij is ook huisarts. Ja, daar zijn we dan mooi klaar mee. Zo. Die kan toch ook overlijdensverklaringen tekenen? Geef maar even. Oh. Ja, hallo? Ja, met Anja Smit van uitvaartondernemer Smit. Smit, sorry. Ja, we hebben een aantal sterfgevallen. Laten wij dan maar eens even kijken of het al gebeurd is met die sterfgevallen. Ja. Hoezo? Dat verbaast u niet. Oh ja, dat is een grapje. Ja, ik lach met u mee, ja. Het punt is, wij moeten daar een overlijdensverklaring voor hebben, voordat wij kunnen begraven of cremeren. Hoe bedoelt u? Daar begint u uw naam. Alleen uw eigen patiënten? Wat? U laat dat liever aan ervaren collega's over. Ja, zeg, u hebt toch zelf ook wel eens een lijfje gezien? Ja, ik snap het. Maar u hoeft het niet voor niets te doen hoor, begrijpt u wel? Ja, ik weet dat het duur is. Maar wij betalen contant. Zie je wel, ik wist wel dat we op uw medewerking konden rekenen. U lijkt steeds meer op uw vader, hè? Ja. Goed, u bent onderweg? Fijn, dank u wel. Dag dokter. Nou, dat is dan wel goed afgelopen, zeg. De appel valt in dit geval niet ver van de mond. Nee. En die huisartsen hebben het tegenwoordig ook niet zo goed meer, hoor. Met al die wetgevingen en regelgevingen. Hoeveel heb je hem geboden? Ik heb helemaal niets geboden. Hij heeft gevraagd. Oh. En hij zei dat hij in dit speciale geval maar over zijn hart wilde strijken. En hij vraagt dus 2500 euro per geval. En dat is van mijn geld. Ach, mijn lieve mens. Er vaart binnenkort een zilvervloot binnen. Dat is dat bedrag van die dokter Wiersema toch maar een schijntje. We moeten wel een beetje groot en meeslepend denken, mevrouw Koningstein. Vooral omdat we binnenkort familie van elkaar gaan worden. En u gaat deelnemen in onze onderneming. Ja, maar ik ga niet spitsen. Lieve mens, dat hoeft toch ook helemaal niet. Nee, ik denk dat Gerbrand dat Leni wel heel vlug zal leren. Ja, die Gerbrand die leert je alleen maar hele andere dingen. Nou, ja. Volgens mij leert Leni Gerbrand andere dingen. Gerbrand was nooit zo vlot met de meisjes. Hij was altijd wat verlegen en teruggetrokken. En IJskonijn uit mij vraagt. Degene die maar Leni trouwt, die krijgt al watje uit de loterij. Nou, dan moeten we wel hopen dat er dan ook een prijs valt, hè, als de trekking is. Zeg, ja, als straks die dokter Wiersema komt. Hebben we dan de identiteitspapieren van die man bij de hand? Ja, die heb ik opgehaald. Ja. Is dat wel... Dat is een zwaar. kijk. Ik heb hier zijn schoenmaat, zijn veteranenpas, zijn rijbewijs, zijn visvergunning. Ik heb ook zijn lievelingspetje. Ja, die reserves, hè, die kunnen we straks beter maar in de koeling leggen. Of niet die over is. Ja, natuurlijk. Ja, want er zijn vast nog wel meer mensen, zoals mevrouw Koningstein, denk je niet? Ja, en wat gaan we dan doen? Als het dan achter de rug is? Ach, fluitje van een cent. Ja. U
stuur de kopie van de overlijdensverklaring naar de verzekeringsmaatschappij. Niet vergeten uw rekeningnummer eronder te zetten. En dan gaan we delen. Delen? Ja, ik stuur u een fraaie rekening. Is bovendien ook nog aftrekbaar van de belasting. Nou, ik ga een zeereis maken. Oh? Oh, met de boot naar Texel? Dat denk ik net lang genoeg. En kost 35 euro. Het zou ook nog naar Terschelling kunnen. Is, als ik het goed heb, iets verder met de boot. Ja, ik ga naar een tropisch eiland. Oh, is ook goed. Zolang je ons maar niet voor de voeten loopt, hè? Ja. Wij spitten ondertussen wel door, ja. Toch? En als jij dan maar zorgt dat het geld op de rekening staat. Het is mislukt! Hè? Ja! 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 Ja. Ja, die frambozenbessenwijn die we ze gegeven hebben, dat is denk ik echte frambozenbessenwijn geweest. Oh, ja, hoe zagen ze nog net de begraafplaats afwankelen? Ja. Arm in arm. En ze zongen dat we wat toffe jongens zijn en dat we weten. Ja, waarom zijn jullie daar niet achteraan gegaan dan? Nee. Twee van die dronken kerels, die kunnen jullie toch wel aan? Nee. 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 Want bij de ingang van de begraafplaats, dan stond ons pa. Ik kan het uit van die kerel af! Een politieauto! Ja, die dokter Weersma, die zoon van die oude dokter Weersma, die was niet arts, die was politiearts. En die vertrouwde het zaakje niet, dus die is hier naartoe gekomen met de hele brigade agenten. Met allemaal zijn schep in de hand. En je kunt beraden wat die hier gaan lopen doen. Die gaan hier lopen spelen! Over 14 dagen ook nog zou kunnen komen kijken. En dan voor straks allemaal wel thuis, wel rusten en een hele fijne zondag gewenst.